Oh, daar gaan we. Schmezel Yuna. Lurf. Waarschijnlijk komt er weer zo'n muziekje straks. Ja, kijk, dit hey, kijkers van Gamespot XL. Welkom bij weer een nieuwe Sims 4 aflevering. We doen natuurlijk weer dat duimpje omhoog voor deze nieuwe serie. Jullie gaan trouwens binnenkort elke keer een ander horloge hier zien. Ik denk dat jullie altijd dat witte gezien hebben, maar ik heb een nieuw horloge gekocht. Heel erg boeiend natuurlijk voor jullie. Maar we gaan vandaag beginnen met trouwen. Trouwvoorbereidingen, zeg maar. Want, hoe heet het? Zij gaan natuurlijk trouwen. Maar jullie zeiden dat jullie Isabel ook dik vonden. En ik zal het straks even laten zien als ze natuurlijk wakker is. Maar als ze gaat trouwen, moeten we natuurlijk wel wat voorbereidingen daarvoor treffen. Dat is een taart kopen, weet ik veel, een bar. En jullie wilden dat ik trouwens thuis ging trouwen in plaats van dat ik naar een gemeentehuis of wat dan ook ging. Ik weet niet, er zijn eigenlijk kerken in de Sims 4. Ik zou het niet weten. Misschien weten jullie het. Ja, we gaan dus eerst even die bruiloft plannen en dat kunnen we misschien wel gelijk hier buiten doen. Ik heb hier trouwens ook nog geen tegels neergelegd, hier zo. Dus misschien is het wel leuk om daar gelijk eventjes wat tegels neer te leggen, aangezien ik toch 3200 euro heb. Wat zijn leuke tegels? Ik zou het niet weten. Is dit wat? Dit. Even kijken, we moeten eventjes de huis erbij passen. Ja, dit past er mooi bij. Oké, het is natuurlijk haast altijd lekker weer in de Sims. Ze hebben nog geen seizoenen, dus dat het regent en zo. Een bar. Ik weet totaal niet hoe duur een bar is. Maar als we toch een bar nemen, kunnen we die misschien... Wacht, hoe duur is zo'n bar? Misschien wel 1000 euro. Oh my god. Weet je wat? Ik ga gewoon... kan ik geen taart kopen of zo? Een taart. Zijn er taarten in de Sims? Oké, we hebben in ieder geval een leuke kapstok dus nu in de gang. Gewoon een beetje voor de sier, zeg maar. Ik weet totaal niet waarom. Maar een bar, ja, ik weet niet. Een bar voor 800 euro. Misschien eventjes dat we die daarna gelijk weer kunnen verkopen. Dat is toch, zeg maar, de bedoeling. Dan doen we die... Waar kunnen we die doen? Doen we hem hier. Oké, dat is leuk. Hebben we dan nog een bar krukje? Nou, is niet echt nodig. Misschien toch maar. Oké, 1999. Oké, we kunnen nog 999 euro uitgeven. En dan moeten we uit gaan kijken. Want die trouwdag kost is 1000 euro. Een taart. Ja, ik weet niet of er een taart is. Zijn er taarten in de Sims? Ik zou het niet weten. Ik kan het niet vinden. Dus we gaan maar gewoon door. Oké, we gaan... Als het goed is, ja, kijk, zij wordt wakker. Ze is trouwens, zo te zien, opgestaan. En kijk, ze is een beetje aan de dikke kant aan het worden. Ze is in ieder geval niet echt dik natuurlijk, maar ze is dikker dan dat ze was. Oké, hij is de bruid of bruidegom. Gasten. Daan van de... Heeft hij een bril? Ik wist niet. Wow, hebben we maar serieus één vriend? We hebben niet eens schoolvrienden, we hebben maar één vriend gewoon. Dat is raar. Oké, een kok. Jordi de Wit, ja... een mixoloog, die moet natuurlijk bij de bar. Die moeten we inhuren dan waarschijnlijk. Ik weet niet of dat kan. Muzikant. Ja, ik ga geen muzikant om inhuren. Die zijn toch alleen maar irritant. Huizenbosman, koopjesboog. Ja, voornaamste doel. Trouw. Ze gaat gelijk in de bruidsjurk. En hij gelijk in zijn... In zijn trouwpak ding. gasten de ceremonie laten bekijken. Oké, Noah en gast bedanken voor de komst. Oh, en daar is hij natuurlijk. Hij is ingehuurd als mixoloog. Dus als hij eventjes achter de bar gaat staan... Aardige introductie. Laten we hem eerst even introduceren. Ga eens naar beneden. Volgens mij ligt hij nog te pitten. Oh, nee, hij is wakker. We moeten trouwens ook nog de kleding van het meisje veranderen. Hierin gaan, wat is zij? Is zij de mixoloog? Oh, zij is de mixoloog. Oké. Oh ja, hij was een kat eruit. Hij is de kok. Oké. Wat we dan gelijk kunnen doen is natuurlijk trouwen met Isabel. Wow, check die tricks die zij doet met dat ding. Oh, dit jongen zit ook gelijk in zijn formele kleding. En dat meisje... Kom nou eens van die computer af. Je lijkt mij wel. Ik zit ook altijd achter de computer. Maar of de trouwdag van mijn ouders. Ik heb zelf de trouwdag van mijn ouders niet meegemaakt. Ik weet niet of jullie het meegemaakt hebben, maar ik was nog in de buik. Of, ja, laten we maar niet verder daarop doorgaan. Naar bruiloft gaan, ja. Ja, ook naar bruiloft gaan. Oké, dan gaan we kijken. Hoe gaat dit? Die staat maar te gek met haar flesjes. What the fuck? Oké. We gaan het stilhouden. Oh, het lijkt alsof ze er echt heel veel zin in hebben. Ze staan ergens van... moet dit? Oh. Kom op. Gaat er nog wat gebeuren? Staan we de hele tijd zo stil? Oh, daar gaan we. Waarschijnlijk komt er weer zo'n muziekje straks. Ja, kijk, dit bedoel ik. Oh.
Oké, ze zijn getrouwd. Mooi. Vanavond ze doen natuurlijk eens trouwen. Drankjes drinken, ja. Warbataranga. Ja, hun kunnen geen drankjes drinken. Ik was met de kind, ik dacht al. Nee, geen drankje maken, drankje bestellen. Even kijken, drankje bestellen. Doe maar een lekkere schroeven draaien. Ja, ga maar lekker een schroeven draaien drinken. What the fuck. Zij ook een rich port. Ziet er wel vrouwelijk uit. Wat gaat zij doen? Zij gaat plassen. Ja, dat mag. Wat ga hij? Als ze maar niet achter die computer gaan zitten. Hij gaat ook plassen. Nee, dat kan niet, want dan gaan we zo'n beschamend moment krijgen. Tobias, jij gaat niet naar je werk. Je werk geef je maar een keer op voor vandaag. Want we gaan niet natuurlijk werken op zijn trouwdag. Lijkt me een beetje raar. Maar de eerste punt pakken. Gaat hij niet een taart maken trouwens? Waarschijnlijk gaat hij een taart maken. Kijk, hij gaat de keuken in. En ik weet niet wat hij allemaal... Hij heeft eieren. Waarschijnlijk gaat hij de taart maken. Dus hebben we zelf niet eens een taart nodig om... te maken, zeg maar. Oké, nee, niet achter de computer. Niet achter de computer. Wat ga jij doen? Jij voelt je ongemakkelijk. Weet je wat jij kan lekker gaan doen? Ja, eigenlijk hebben ze helemaal niet zoveel te doen. Ga maar gewoon lekker naar een zender kijken. Naar een kinderzender of zo. Met je zusje. Ja, ook. Naar een kinderzender kijken. Oké. En dan zij zit hier lekker te zuipen op de bruiloft. En hij is naar het toilet. Oké. Ja, jullie hadden trouwens ook gezegd van... maak een toilet beneden. Ik zou niet weten waar ik dat moet doen. Maar dat is wel natuurlijk een goed idee dat ik gewoon een toilet beneden maak. Want dan hebben we twee toiletten en dan kunnen ze gewoon samen naar het toilet. Of tenminste tegelijk. Samen wat. Maar ik wil in ieder geval van jullie dus ook weten of jullie dezelfde trouwdag van je ouders hebben meegemaakt. Want ik niet. Gaat hij zijn drankje drinken? Het is wel echt druk in huis nu, dat is wel leuk. Verloofd met elkaar flirten. Eerste punt pakken. Snoes. Nou, lekkere kok is dit. Hij laat alles vallen. Nou, de eerste punt pakken, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Even kijken. Meer keuzes, liefde. Flirten, kan dat? Oh ja, weet je wel, ook vanaf kunnen. We kunnen gewoon zo'n trouwseks of zo doen. Wat? Misschien kunnen we dat wel doen. Dat is misschien wel leuk. Daan van Dam. Nou, jij zit lekker te eten. Kinderzender, ja, dat kan allemaal. Als hij nou even zijn drankje opdrinkt. Want die doelen moeten we dan gewoon even voltooien. 5 uur en 30 minuten duurt het trouwens. Ik kan hem vroegtijdig beëindigen. Maar hij moet zijn drankje even opdrinken. Ja, kijk. Ja, eerste punt pakken gaat het niet worden dan. Voedsel eten. Pak eens een portie hier. Waarom moet je dit eigenlijk doen? Je mag toch eigenlijk zeg maar zelf je trouwdag... ja, bedenken en inrichten. Wat gaat zij doen? Oké, nou, ga nog maar een keer flirten dan met hem. Meer keuzes, liefde, flirten. Meer keuzes, liefde, flirten. Ja, oké, even opschieten. Oh, flirten waar iedereen bij is. We zitten echt zo toe te kijken. Oh, oké. Voedsel eten, eerst een punt pakken. Pak jij maar een portie. Bij hem staat trouwens de hele tijd zo'n werkaccountje dat hij naar zijn werk moet. Dat is wel een beetje raar. Maar ja, dat is ook wel weer logisch natuurlijk, want hij heeft zeg maar zomaar zijn werk opgegeven. Portie pakken. Nee, niet achter je computer. Misschien is het niet de goede keuze om dit zeg maar thuis te doen. Omdat ze nu steeds achter die computer willen. Ja, en de eerste punt pakken. Ik weet niet hoe het moet. We kunnen niet dat doen. Maar oké, ik denk dat het zo goed is. We gaan de trouwdag beëindigen. Bruiloft voltooid. Medaille voor zilver. Oké, wat een prachtige bruiloft. Er staat zelfs nog een extra bloemstuk in de huishoudinventaris van je Sims. Echt waar? Huishoudencollecties. Waar dan? Hebben wij een bloem? Ik zie geen bloem. Dat is jammer. Nou, maakt niet uit natuurlijk. Ik bedoel, ik zit echt niet op bloemen te wachten. Ik kan zelf ook wel een bloem kopen. Maar dit is leuk. Hopelijk gaan hun nu weer allemaal weg. Ik ga eventjes die bar straks verwijderen. Of ik kan hem ook wel laten staan. Maar ik wil daar eerder een barbecue. Zeg maar. Oké. Nou, jij kan gelijk weer even alles op gaan ruimen. Opruimen. Jij kan ook even helpen met opruimen. Hij moet nog steeds naar zijn werk. Maar de gasten gaan weg. We hebben een zilveren bruiloft. Dus dat is mooi. Wat we dan eventjes kunnen gaan doen... is dit weghalen natuurlijk. Weg. Oké, mooi.
jullie hadden gezegd, oh ja, jullie hadden gezegd natuurlijk van plaats een kledingkast, want dat, de kleding van dat meisje moet veranderd worden. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Even een mooie bijpassende, ja, dit is een goede. Oké, en dan kunnen we nog een spiegel misschien bij. Even kijken, wat is een mooie spiegel? Dit is, hey, dit is een aparte spiegel. Een zwarte dan. Ja, dit is een mooie spiegel. Oh, die is vet. Kan de muur niet doorkruisen? Nee, dat snap ik. Hoe kan ik die dan neerzetten? Zomaar of zo. Even kijken. Ja, oké. We gaan het gewoon zo doen. Want een spiegel is natuurlijk wel een beetje toepasselijk. Dat is wel leuk en zo. We moeten ook nog een kleed gaan plaatsen. Maar oké, ja, jij moet plan outfit. Dus ik ga eventjes haar outfit veranderen. Want jullie hadden gezegd dat ik dat moest doen. Dus ik zie jullie als ik haar outfit heb veranderd. En dan het resultaat. Ik zie dat hij gelijk weer gaat opdrukken in de keuken. Zo van, what the fuck. Maar ik zie jullie dan straks weer. Dit lijkt trouwens echt heel... Ik ben nu natuurlijk aan het maken. Dit lijkt trouwens echt heel veel op een Twitter-icoontje. Een Twitter-ketting of zo. Dat is wel grappig. Klaar, we gaan eventjes hier naartoe lopen om te laten zien wat het is geworden. Ik vind het er nu veel leuker eruit zien. Ik heb ook de haar een beetje veranderd, zoals je kan zien. En het is nu echt meer een meisje. Ze heeft niet meer die stomme kaplaars aan. Ze heeft nu een leuk jurkje aan. Dus dat vind ik wel echt een stuk beter. En die Twitter-ketting natuurlijk. Wow. Wat is er aan de hand? Ik ga het wel gewoon vervangen, want anders moeten we dit weer helemaal gaan maken en zo. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dweilen dat het een lieve lust is. Ja, je zou maar graag willen dweilen. Oké. Het is 3:00 middags. Oh, ik dacht dat het echt al 's avonds was. Maar de trouwdag is geslaagd. En ja, dit kan wel eens even weggegooid worden. Dat zou wel fijn zijn. Wat is dit? Er staat overal eten nu. Die kok die kan echt zijn werk niet doen. Wat een... slechte gozer is dat ik, als ik ook nog mijn kinderen bijvoorbeeld, terwijl Julia en Daan gaan laten trouwen, dan ga ik sowieso niet een kok inhuren, dan kan ik net zo goed zelf een taart maken of wat dan ook. Volgens mij moet ik gewoon een taart maken met een trouwdag. Je kan toch een taart maken? Speciaal gerecht bereiden, eiwitrijk gerecht. Oh, dat is voor als hij gaat trainen waarschijnlijk. Koken. Ja, hier een witte taart. Oh, misschien moest dat zo wel. Of, ik weet niet hoe ik het moet doen. Misschien kunnen jullie mij helpen met... hoe moest ik zo'n trouwtaart doen? Maar, ga jij maar eventjes een pizza bestellen? Oké, ik heb een pizza besteld. Hij is onderweg. Ik hoop dat hij nu wel afgeleverd werd. Want de vorige keer toen ik een pizza had besteld, toen werd hij ineens niet afgeleverd of zo. Dus ik zou ook niet weten waarom. Oh ja, daar komt hij. Kijk. Wie gaat daar eventjes begroeten? Pizza accepteren. Dat gaat Daan eventjes doen. Daan, ga jij de pizza's accepteren? Later niet eens een uur. Waarschijnlijk had ik dat gewoon niet gedaan. Dan stond ze voor de deur of zo. En dan heb ik gewoon niet open gedaan. Dat zou ook nog kunnen. Wie is dit? Audrey Postma. Misschien kunnen we wel even vrienden met haar maken of zo. Gratis pizza's en zo. Te fixen. Kan dat? Of kan je niet met haar praten? Ja, wacht. Aardige introductie. Nee, niet weglopen. Pizza neerzetten. Ah, ze is weg. Oké, laat maar. Nou, in ieder geval dan een punt pakken. Zij kan waarschijnlijk iedereen aan tafel roepen. Ja, aan tafel roepen. Afwassen. Terwijl ze dat hier gewoon ook kan doen. What the fuck. Nou, dat gaat bederven waarschijnlijk. Maar hij moet ook even een punt pakken waarschijnlijk. Ik moet echt een grotere etenstafel trouwens. Want ik vind dit echt een kleine tafel. Ik vind hem niet meer mooi. Pak jij zijn punt. Ja. Gezellig lekker met z'n allen pizza eten. Wat ga jij doen? Weggooien. Oh, nee. Ja, gooi maar weg. Oh, dan is het weer op de grond. Wat doe ik? Oké, ja. Mooi. Ja, ze kunnen natuurlijk... Nu moeten ze gaan staand eten. Zij maakt echt steeds foto's van de eten trouwens. What the fuck? Nou ja, in ieder geval, hun gaan lekker eten. De pizza is hopelijk lekker voor ze. En de trouwdag is goed afgerond. Een zilveren bruiloft. Ik hoop dat dat mooi is. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze Sims 4 aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe natuurlijk nog even dat blauwe duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Waar wij denk ik weer het huis gaan pimpen. Dus later.